Hey jij daar! Wij gaan je leren hoe je een presentatie voorbereidt. Dus lukt goed dan! Om succesvol te kunnen presenteren is een goede voorbereiding op je presentatie erg belangrijk. Juist omdat je kunt opzien tegen de presentatie, stel je de voorbereiding en de presentatie juist uit tot het laatste moment. Dit is niet handig en het zal je presentatie zeker niet goed doen. Juist wanneer je niet goed hebt voorbereid, zul je merken dat je meer last van je zenuwen hebt dan dat je het wel goed hebt voorbereid. Hoe bereid je je dan wel voor op de presentatie? Door goed over je onderwerp na te denken. Zorg ervoor dat het onderwerp goed in je hoofd zit. Weet je nog niet genoeg over het onderwerp waar je over gaat presenteren? Lees je dan in. Nadat je voldoende over het onderwerp weet... Ga jezelf afvragen wat de mensen willen horen over je presentatie. Doe het wel uit je hoofd of maak een briefje met steekwoorden. Schrijf niet alles op, want dan ben je geneigd het voor te lezen. Het voornaamste doel is om een verhaal te maken dat klopt, met een logische indeling. Zorg dat het verhaal goed in je hoofd zit en dat je het zo kunt afspelen. Bijvoorbeeld onder de douche. Of wanneer je met de hond aan het wandelen bent. Op deze wijze leer je het verhaal dat je gaat presenteren uit je hoofd. Belangrijk is hierbij dat je aandacht op de hoofdlijn houdt. Wanneer je deelonderwerpen in je presentatie wil behandelen, moet je wel verstand hebben van de deelonderwerpen. Zodat je ze in je presentatie kunt uitleggen. De specifieke invulling hoef je natuurlijk niet allemaal op te noemen. Wel moet je goed deelonderwerpen in je hoofd hebben zitten. Wanneer je dit goed in je hoofd hebt, is de voorbereiding voor je presentatie goed gelukt. Ik heb nog een stappenplan voor jullie gemaakt. 3. Stap 1. Ga iets ontspannends doen, zodat je in de stemming komt van je presentatie. Hou eventueel pen en papier bij de hand voor eventuele ideeën. Schrijf ter voorbereiding de beginsituatie op. Wat wil je bereiken, welk doel wil je bereiken en hoe ga je dat bereiken? Gebruik je een whiteboard of een beamer of doe je het gewoon uit je hoofd? En je moet ook bedenken, wat is je doelgroep? Dus bedenk wat je doelgroep minimaal moet voelen, denken of doen. Dus na je presentatie moeten ze meer weten dan dat ze al wisten. Verplaats je in je doelgroep, dus gebruik niet de moeilijke woorden als je bijvoorbeeld je presentatie voor jeugd moet houden. Stap 3. Een succesvolle presentatie heeft een goede opbouw nodig. Stel de opbouw van je presentatie samen, zodat je jezelf houvast kan geven aan je verdere uitwerking. Hierbij moet je opletten wat je wel of wat je niet belangrijk vindt om te vertellen. Stap 4. Werk je presentatie uit. Het is handig om een spiekbriefje te maken met daarop steekwoorden. Schrijf niet te veel op, want dan ben je geneigd om alles voor te lezen. Stap 5. Oefen je presentatie voor vertrouwd publiek. Bij een goede voorbereiding van de presentatie wordt ook oefenen. Doe dit bijvoorbeeld voor vrienden of familie om eventuele faalangst of andere dingen te voorkomen. Nienke. Hey jij daar! Wij gaan je leren hoe je een presentatie voorbereidt. Jij moet de deur open. Oh, de deur moet open. Jij moet de deur, ja. Jij moet de deur open doen. Succes. Oh mijn grapje. Stap 5. Jezus. Ja? Nou zeg je een filmpje. Ja? Wacht even. Dit is niet handig. Opnieuw. Doe maar opnieuw. En ik sta daar. Ja, waarom sta je daar dan weer? Tweede vraag. En, ja, doe maar. Dit is niet handig en zal je presentatie zeker niet goed doen. Juist wanneer je presentatie niet hebt goed voorbereid, zal je meer last van... Shit. Zul je ervaren dat je meer last van je... Ik denk dat je het beter opnieuw kan doen. Ja. Als fout van je meteen stoppen en een nieuwe show maken. Succes van de presentatie. Ja, stap vergeten. Het voornaamste doel is om een verhaal te maken met een logische inhoud en indeling. 3. Je moet die kant, jij bent echt dom, hè?